Nieuwmond Suriname heeft gisteren de eerste vrouwelijke algemeen directeur verwelkomd. De transitie markeert een mijlpaal voor de geschiedenis van Nieuwmond Suriname. Aangezien Alison Boy de eerste vrouwelijke general manager voor Nieuwmond Suriname, Marian Mine zal zijn. Ze is een mining engineer en werkt al 19 jaar bij Nieuwmond in verschillende technische en operationele functies. Ze werkt in de Verenigde Staten, Ghana en meest recentelijk hier bij Marian. Onder het leiderschap van Alison zal Nieuwmond Suriname niet alleen waarde blijven creëren, maar ook levens verbeteren. Het Maleisische Petronas heeft een olievondst gedaan met de Roystonea 1 exploratieput in blok 52 in het Surinaams zeegebied. Dit heeft het bedrijf vandaag bevestigd. De Roystonea 1 exploratieput werd met succes geboord tot een totale diepte van 5,315 meter. De vondst wordt verder bestudeerd om na te gaan hoe groot het reservoir is. Staatsolie is enorm verheugd met het nieuws over Roystonea 1 en zijn nu in verschillende blokken vondsten gedaan, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van een veelbelovende offshore olie- en gassector in Suriname. Binnen het publieksproject Namen uit het Verleden, dat afgelopen maandag van start is gegaan, zullen graven en grafmonumenten van Surinamers die in de geschiedenis een belangrijke rol hebben vervuld, geïnventariseerd worden. De start van het project wordt gedaan tijdens de cursus Funerair Erfgoed in Suriname, georganiseerd door Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname SGES. Nu er graven geruimd kunnen worden op de begraafplaatsen, dreigen graven van belangrijke Surinamers wellicht te verdwijnen. Dit kan verloren erfgoed zijn. Op uitnodiging van SGES zijn twee funeraire specialisten uit Nederland momenteel in Suriname om te adviseren over de omgang met bijzondere funerair erfgoed.